Dag, ik ben Harm. Leuk dat je kijkt. En vandaag gaan we weer kennis maken met een bijzonder muziekinstrument. En het leuke is, we krijgen het eerst even te horen. Dan kunnen we raden wat het is. Ik hoop dat je meedoet. En daarna zien we of het klopt. Hier komt het. Zullen we de muzikus erbij vragen? Anna? Oh ja, kijk. Wat heb je bij je? Een viool. Ja, ja. Een echte viool. Ja, zeker. En wat glimt hij mooi. Ja, hij is ook heel nieuw. Hij is gewoon fonkelhagelnieuw, ja. Om het zo te noemen. Ja. Ja. En wat kost een nieuwe viool? De goedkoopste viool is denk ik 10 euro. En de duurste is ongeveer 10 miljoen. Ja, zoiets, ja. Zo'n hele dure oude. Ja. Ja, en deze? Ja, dat blijft tussen mij en de viool. Dat is echt heel veel, ja. Dus. Ja. Maar ja, jij speelt je hele dag op die viool. Ja, klopt. Andere mensen kopen een dure auto, ja. Of een dure horloge. Ja. En jij hebt gewoon een goede viool nodig. Ja, zeker. Hoe lang speel je er al op? Al sinds ik 7 ben. Dus dat is al een hele lange tijd. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 30. Dus echt al 23 jaar. Ja. Dan moet je het wel leuk vinden. Ja, dat klopt, ja. Hoe belangrijk is viool spelen voor jou? Heel belangrijk. Het is eigenlijk alles wat ik doe, waar mijn leven om draait. Ik speel elke dag viool. Ik repeteer elke dag met mensen. Ik geef een concert. Het is altijd iets met viool. Zou je dat kunnen uitleggen hoe belangrijk muziek in je leven is? Wat voegt dat toe? Muziek is... Daar kan je ontzettend veel in kwijt. En dat is ook alleen al het luisteren naar muziek. Kan heel troostend zijn of het kan juist je heel erg opbeuren en kan je heel veel energie geven. Maar het spelen voor mij maakt dat het nog intenser, beleef je dat nog intenser. Je zei net iets wat ik nog niemand heb horen zeggen. Je kan er energie van krijgen. Ja. Hoe werkt dat? Een componist die schrijft de muziek en die voegt er zelf een bepaalde emotie aan toe. En door de bijzonderheid van die emotie of de bijzonderheid van de muziek kun je daar energie van krijgen als je er naar luistert of als je het zelf speelt. Dus degene die dat gemaakt heeft, ja. Die heeft er zoiets ingestopt met al die klanken en die melodieën. Ja. Dat als je er naar luistert, dan krijg je een soort, ja. Ja, precies. Ik ga eens wat doen. Ja. Hoe oud was je toen je begon? Was je 7? 7, ja. Hoe kwam dat? Nou, ik heb eigenlijk zelf de viool gekozen omdat mijn ouders mij meenamen naar de muziekschool. En toen dacht ik, oh, ik wil echt viool spelen. Ik was wel een beetje beïnvloed door mijn moeder, want die speelt ook viool. Dus het was een beetje... Kijk, ja. Totaal beïnvloed zou ik dat willen noemen. Nou, ja, officieel heb ik zelf gekozen. Ja, Anna, je mag kiezen. Ja. Wil je een harp, wil je een gitaar of een viool? Neem de viool. Zo? Zoiets. Ja. En toen ben je dat gaan doen. Ja. Maar toen viel het niet tegen. Nee, zeker niet. Nee. En toen werd je wat ouder, 12, 13. En wat moet je nou met die viool? Ja, ik ben het toch blijven doen. En toen hoorde het al helemaal bij je. Ja, ik zat ook toen al in een orkest. En dat was ook, dat hielp ook heel erg. Ja. Dat vond ik ook heel leuk. Maar je vindt het echt fijn, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Zullen we even naar het instrument kijken? Ja. Hier zit de krul. Ja, de krul. Die vind ik zelf altijd heel mooi. Ja. Heet die ook de krul? Ja, die heet de krul, ja. En dan zitten van die draaidingen aan? Ja, dat is om de snaren te stemmen. En nu zijn ze, als het goed is, goed gestemd. Maar daar kan je strakker of losser en dan klopt het. Ja. En hier heb je dan van die dingen erin, van die gaten gezaagd? Dat heb ik niet zelf gedaan. Is dat zonde dat dat erin gezaagd is? Nee, daar komt een soort van de klank een beetje uit. De klank komt overal uit, maar ook door de gaten. Dus dat heb je ook wel nodig dat het, hup, de wijde wereld in kan vliegen. Ja, precies. Ja. Ja. Er zit hier iets onder. Ja, dat heet de kam. Dat lijkt een beetje ook op een kam. Als je je voorstelt dat de snaren een soort haren zijn, dan, dan kun je je voorstellen waarom het de kam heet. Mm-hmm. En die brengt eigenlijk het geluid van de snaar, dus eigenlijk de trillingen van de snaar. Als je een snaar tokkelt, gaat die zo trillen. Aha. En die trillingen brengt de kam over naar de viool. Hoe bedoel je? Nou, als je goed kijkt, dan zit de snaar eigenlijk alleen maar vast aan dit gedeelte. Oh ja, dus daardoor komt hij in contact met het hout. Ja. Door dat ding. Ja. Oh ja. Nou, dan zit er nog zo'n zwart dingetje en dan zo'n centerbak. Ja, dat is om hem vast te houden met je kin. En waarom moet dat per se zo onder je hoofd? Je kan hem toch ook gewoon zo? Zo. Ja. Ja, dat is een cello, maar voor de viool is dat een beetje klein. Een kleine cello. Ja, precies. Dat is ook een beetje onhandig als hij zo klein is. Dat kan eigenlijk niet anders. Nee. Maar dan doe hem zoals hij moet. En dan kan je hem ook eigenlijk loslaten, hè? Ja, dat kan wel. Hij hangt gewoon. Ja. Maar dan krijg je dan geen kramp in je kin.
nekhernia, stijve nek? Nee hoor, nee, als het goed is niet. De viool hangt als een soort balans. Je kan het een beetje zien met je stok. Ja. Als je je stok zo neerlegt op de vinger, dan is dit zeg maar je schouder en dit is je hoofd. En dan is die in evenwicht? Ja, dan blijft die gewoon hangen. Dus dan is het niet zwaar? Nee. Nou, nu even naar, je werd verliefd op die viool. Waar kwam je er nou achter dat die muziek ook bij jou past? Ik geef ook vioolles. En ik geef eigenlijk alleen maar les in klassieke muziek. En ik heb een aantal jonge leerlingen ook. En die, op een gegeven moment komt er altijd een punt waarop ze ook andere muziek willen spelen. Popmuziek of jazz? Ja, of filmmuziek heel vaak. Filmmuziek? Van Harry Potter, dat is heel populair. Die vinden dat dan heel leuk, een tijdje. Maar ik merk toch ook wel dat ik ze weet te motiveren voor de klassieke muziek. En dat had ik zelf eigenlijk als kind, denk ik ook, dat ik dat toch wel, dat het me wel aansprak. Maar het is zo gek, hè? Alle jonge kinderen, altijd popmuziek en hippe dingen en YouTube online. Blablabla. En dan vergeet je hoe mooi klassieke muziek is. Ja, eigenlijk. Supermooi. Ja, alleen heb je soms een beetje uitleg nodig. Ja. Kan je een paar verschillende gevoelens uit de viool toveren? Ja, als jij er nou een noemt. Chagrijnig. Ja. Saai. Ja, dat is wel vrij saai. Je hebt volgens mij nog nooit zo'n saai viool gespeeld. Dit is voor jou ook heel nuttig. Ja. Maar nu maar gewoon. Nee, maar ik ken vioolmuziek wel van twee belangrijke gevoelens. Heel vrolijk, ja. Hè, maar ook heel treurig. Dus de melodie is treurig. Ja. Heeft het ook nog iets met de klank te maken? Ja, het heeft wel te maken met de manier waarop je klank maakt. Vrolijke muziek heeft vaak heel veel drukke noten. En poep, 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 ja. Poep, dan ga je een beetje zo. Ja, dan word je ook langzaam. Ja, precies. Dan, je voelt meteen een beetje zo. Ja, ja. Nou, doe maar snel wat vrolijks. Ja. Ja, dan ga je toch. Ja. Rechterop zitten. Ja. Ja. Wat is nou nog je droom voor de komende 20, 30, 40, 50 jaar? Dat je zegt, nou, dat zou ik nog wel eens willen doen. Ik speel ook veel in orkesten en ook veel kamermuziek. Mm-hmm. En kamermuziek is met een klein clubje, hè? Ja, precies. Bijvoorbeeld met vier mensen. En er zijn heel veel stukken, zowel voor orkest als voor kamermuziek, die ik heel graag nog zou willen spelen. We hebben gevraagd of jij vandaag iets wilde spelen. Ja. Wat ga je doen? Dat is gecomponeerd door Bach. Dat is een hele beroemde componist en een muziekmaker. Ja. Misschien wel de beroemdste die er ooit geweest is. Ja, absoluut. En waarom schreef hij nou net dit stuk? Hij schreef dit stuk voor solo-viool, maar ook heeft hij dezelfde muziek gebruikt in een cantate. En een cantate is ook een muziekstuk, geschreven voor in een kerkdienst. Aha. En deze cantate gaat over een huwelijksdienst. Dus als je ging trouwen, dan kon je dit spelen? Ja, dan was eerst de huwelijksceremonie, zeg maar. En dan werd dit gespeeld. Kan je dan ook bijvoorbeeld ergens in dat stuk dat bruidspaar zo door die kerk horen lopen? En dat iedereen rijst gooit, of wat doe je tegenwoordig? Nou, ik heb daar een beetje over nagedacht wat ik erin hoor. En ik hoor juist eigenlijk het hele leven van het bruidspaar na het huwelijk erin. Dus ze hebben ja gezegd? Ja. En dan komt hun hele leven? Ja, een heel leven samen. En wat horen we dan? Nou, ik hoor bijvoorbeeld een leven kan bestaan uit hele mooie en feestelijke dingen, maar er gebeuren soms ook vervelende dingen. En dat samengevoegd klinkt voor mij een beetje als dit stuk. Ik ga gewoon genieten aan de zijkant, goed? Ja, dat is goed. Veel plezier. Thank you.
Jeetje, Anna, dat is echt een tour de force, een enorme inspanning. Ja, voor 4 minuten is het best... Ben je nu een beetje moe? Ja, eigenlijk wel. Wauw, dit geeft me ook wel energie. Ja, dit is echt een energiestuk, ja. Ja, jeetje. En ik heb geluisterd naar het bruidspaar, ik hoop jullie ook thuis. En ik begrijp wat je bedoelt, Het ging omhoog en het ging naar beneden. Maar ze gingen er wel met een soort knal uit aan het eind. Ja. Floep. Ja, dat wel, ja. Ja. Ja, dat is een mooi einde, hè? Ja. Anna, dank je wel dat je hier was. En jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie al die gevoelens ook een beetje gevoeld hebben. Bij mij was het best wel heftig af en toe. Ja. Dus dank daarvoor. Bedankt voor het kijken. En heel simpel, tot het volgende instrument.